die mogelijke misdiagnoses. Hoofdstuk 4 is onderdeel van hoogbegaafdheid realiseren, bijeenkomst 2. Hier gaat over de intensiteit. De intensiteit die aanleiding kan zijn, omdat het een extra gevoeligheid, een overexcitability is, een prikkelgevoeligheid is, en door de psychiatrie, psychologie ook, niet altijd herkend wordt. Wat is er aan de hand? De samenvatting van dit stukje is dat je bij ADHD en Asperger en die hele lange lijst die erachter stond, we niet naar de redenen van gedrag kijken. Terwijl we wel zeggen dat in de volkstaal, oh maar dit komt, dat jongetje is zo lastig omdat hij ADHD heeft. Dat is een volstrekt niet goed begrijpen van hoe die het label alleen de symptomen beschrijft. Dat geeft geen oorzaak. Er is een vermoeden oorzaak. En daar gaan we straks nog iets meer over zeggen. Symptomen of het gedrag zijn in de diagnose geïsoleerd en ook gefilterd. Ze zijn bevroren, alsof ze er altijd zullen zijn. Ze zijn geselecteerd, uit hun context gehaald. Dat is een belangrijk tweede verzameling aan redenen die straks zal worden toegelicht. Die gedragingen worden eenzijdig vergroot en negatief bekeken. Kijk niet naar de voordelen in tal van beroepen. Ik had een jonge agent van 19, 20 jaar die zijn leven lang een verschrikkelijke schoolcarrière had gemaakt, maar tot de verbazing van zijn omgeving een spetterende en denderende agent werd, omdat hij met zijn energie eindelijk kon omgaan. Dat alerte van hem was op school een plaag, maar onmisbaar als agent. Nou, je kunt je voorstellen dat de school die dat er niet uithaalt. En dat gebeurt nog voor veel meer andere terreinen. Ook als je een ingenieur in je klas hebt, dan wordt hij op 9-jarige leeftijd misschien wel als autistisch gezien. Of als je een kunstenaar in je klas hebt, dan is hij niet helemaal op zijn plek. Dus dat zijn toch de soort lastige dingen waar we het hier over hebben. We zien die symptomen, die gedragingen, heel vaak zonder de toelichting van de betrokkenen te horen. Er is verder in de psychiatrie de claim dat de psychische stoornissen niet genezen, maar dat je er wel mee kunt leren leven. Nou, dat is een nogal treurige opvatting in de psychiatrie, maar de meeste van die psychiatrische stoornissen zijn überhaupt levenslang in de taal van de psychiater. En wat we hier gaan bekijken is wanneer sommige van die stoornissen bij sommige mensen eigenlijk een kenmerk zijn voor hoogbegaafdheid en creativiteit. Ik zet de creativiteit er nog een keer achter, omdat dat een opvallende focus zal krijgen. We hebben de volgende dia's ontleend aan een openbare dia's van de Bascule, het AMC in Amsterdam, en die suggereren het volgende. Je hebt een situatie op school, ouders of leerkrachten hebben last van iets en zijn bezorgd over iets, en dat is dan het gedrag of de ontwikkeling van het kind. En het kind wijkt af van een norm, het gemiddelde of de norm van een test. Het gevolg is dat ze zich gaan focussen over bepaalde verschijnselen, symptomen dus te noemen. Nu worden die gedragingen ineens symptomen van iets onderliggends. Onze natuurlijke behoefte om een oorzaak te bedenken, die leidt tot het zoeken naar een naam voor dat gedrag. Er komt een deskundige bij, daar staat een van die mogelijkheden, en die zou dan kunnen zeggen, die symptomen die duiden op iets wat eronder ligt. En die symptomen in de DSM, dat is het handboek voor psychiatrie, die worden gegroepeerd in wat we syndromen noemen. Nou, een syndroom, wanneer de oorzaak en het beloop bekend is, dan kunnen we spreken van een ziekte. Maar dat is heel vaak niet zo in de psychiatrie. Bij medische, bij de rest van de medische, somatische analogie, als je al dit soort symptomen hebt, kan iedereen bedenken dat het om mazelen gaat. Daar zijn we aanwijsbaar. Die symptomen worden onderzocht en je kunt ook in het bloed daar wel iets van het virus in vaststellen. Maar bij psychische stoornissen zijn er geen ziektes bekend. Alle stoornissen zijn veronderstelde combinaties, syndroom. Het zijn afgesproken combinaties die later niet blijken te kloppen. Dat moeten we in de gaten houden. Er is nu een grotere spoed gezet achter het afscheid nemen van ADHD. Een boekje met die titel heb ik vorige maand in mijn woonplaats besproken. Afscheid van ADHD en afscheid van autisme.
Wat zijn die psychische stoornissen? Dat is een lijn van tussen normaal en ziek. En meestal vinden we dat het een breuk is. Ik ben ziek of niet ziek, zeggen we dan. Vrolijk gezegd, maar in werkelijkheid is het natuurlijk een gauwstrom. Als u 38,5 koorts hebt, kunt u doorwerken en u kunt misschien wel thuis blijven. Maar als de dokter het zegt, ja, dan zijn we ziek, geven we toe aan die ziekte. Hier is dus iets heel anders aan de hand. In het midden van die schaal tussen normaal en psychische stoornis moeten we eigenlijk iets heel geleidelijks, betrekkelijks, een 10-jarige jongen. Stel dat hij dit soort dingen allemaal heeft. Dat weet niemand hoor, dat hij dat allemaal heeft. Meestal zien we er maar 2. Wat nou als hij alleen maar speels of leidbaar is en op school slecht kan stilzitten? Wat zou die jongen dan volgens de leerkrachten waarschijnlijk hebben? Wat zou een orthopedagoog vermoeden? Wat zou een remedial teacher vermoeden? Waarschijnlijk ADHD. Wat nou als hij deze laat zien? Want ja, in een iets andere situatie bij een andere leerkracht vallen weer andere dingen op. Ja, dan zou het toch kunnen zijn dat het autisme wordt. Als deze 2 alleen maar opgevallen zijn bij de ouders en de leerkracht, ja, dan hebben we misschien wel met een angststoornis te maken. Als het alleen maar die zo vreemd is dat ze bovenop komen drijven, en die andere dingen zijn er wel, maar die zijn minder opvallend, tja, dan is dat een soort compulsieve stoornis, een dwangstoornis. En als we dan deze 4 alleen maar hebben, waar lijkt dat dan op? Misschien wel iets obsessiever of en ook nog autisme. Ja, dat zou je er toch bij kunnen denken. Wat nou als er alleen maar dit aan de hand is? Ach, het is gewoon speels, zegt een eigenwijze psychiater misschien daartegen. En eigenlijk kunnen we zo'n kind met die 10 of die 8 dingen niet goed. We zijn blind, we hebben de vakkennis nog niet in de psychiatrie en de psychologie en de orthopedagogie om dat geheel te zien. Als we er meer mensen bij halen, meer disciplines bij halen, dan zien we nog iets anders misschien. En dit is een schitterende olifant. Het kind is inderdaad een prachtig product met al die labels. Maar het is de vraag of dat nog een mens is. Die psychische stoornissen, veel vormen van psychopathologie bij kinderen zijn de uiterst op begeleidende schaal. Dat is net al genoemd. Van 10 symptomen is er bij meer dan 6 sprake van, nou, zo gaat dat in de psychiatrie, ik zal straks er nog meer over laten zien. En de overgang tussen normaal is geleidelijk en betrekkelijk. Nu is de medicus, de somatische medicus, is meer een ja-nee kwestie, een wipwap te noemen. Terwijl in de psychiatrie per se sprake is van zo'n belcurve, in het midden de meeste. Dat in gedachten zou je kunnen houden als je 6 hoofdstukjes uit het boek nader verkend. Laten we daar eens naar gaan kijken. 5 mogelijke misdiagnoses bij hoogbegaafdheid. ADHD-syndroom. En we gaan er 5 bekijken. Het gaat dus om de kenmerken, symptomen te noemen, van deze 6 en hoe die overlap vertoont. Zou dit ADHD zijn? Wel nu, alleen als er geen andere verklaring is. En als er de verklaring hoogbegaafdheid zou bestaan, dan moet je dat als eerste aanpakken. ADHD kan net als andere DSM-labels geen ziekte genoemd worden. Het is een geselecteerde verzameling van gedragingen, waarvan we veronderstellen dat die samenhang, die is echter niet aangetoond, die samenhang. U weet misschien dat ADHD altijd is, in 60% van de gevallen, comorbiditeit, dus samengaan van andere stoornissen vertoont. Ouders kunnen ADHD-symptomen veroorzaken, zegt mevrouw Rim. Bijvoorbeeld, en de ouders en ook de school. Kijk eens wat er staat over mogelijke context die dat drukke gedrag teweeg brengen. Wat als die ouders nou zelf chaotisch zijn? Wat nou als er geen goede voorbeelden zijn bij die ouders? Als de school te makkelijk of te moeilijk is. Welk gedrag lijkt op ADHD? We moeten ontkennen dat het om ADHD gaat als de problemen pas ontstaan bij het naar school gaan.
als het drukke gedrag verdwijnt bij iets interessants. Als er wel concentratie kan ontstaan bij uitdagende taak. Als hij opgaat in een taak bij uitdagende. Als hij heel goed in staat is anderen niet te storen wanneer hij zich daarvan bewust is. Als hij stelt dat het geven van antwoorden uit, als het daarop wordt aangesproken. Als een kind het goede antwoord gewend is door de klas te schreeuwen. En dat is heel vervelend voor leerkrachten, want die wil die klas laten nadenken. Dus als je met die leerling zou afspreken, hey, nog niet, dan kom ik straks bij jou. Als laatste mag jij even kijken welke antwoorden volgens jou goed zijn. Dan heb je een bepaalde relatie en afspraak met hem gemaakt en dan kan hij wel nadenken. Denk er eerst heel over na. Bij een echte ADHD'er, whatever it is, is dat leren nadenken niet aan de orde. Met opzet uitstellen van taken, alleen bij de hoogbegaafde, met name bij het hoofdleertaak. Als de eruit geflapte antwoorden meestal goed zijn, dan moet je gaan twijfelen aan de ADHD. Dat is misschien gewoon hoogbegaafdheid, een sneller denken. Als die andere onderbreekt, kan het zijn dat hij het fouten maken van de andere wil tegengaan. Kan makkelijk van een interessante naar een nieuwe interessante. Dat is helemaal niet een korte aandacht, maar snel schakelen. Als hij wel slaagt voor aandachttest, en als hij ook snel de taak weer kan oppakken, dan moeten we niet verwachten dat het om ADHD gaat. Dat geldt op een soortgelijke manier bij Asperger. Overeenkomst tussen die twee vinden we in dit lijstje. Als je naar de DSM kijkt, dan zien we een aantal overeenkomsten tussen ADHD, tussen Asperger en hoogbegaafdheid. En bij een aantal van die kenmerken moet je bedenken dat ze ook bij hoogbegaafdheid kunnen bestaan. Ik ga er sneller doorheen, zodat u deze kunt stoppen als u hem precies wilt lezen. En ook bij deze staan er weer dingen achter die te maken hebben met hoogbegaafdheid, maar minder in het lijstje. Minimaal 1. Dus dat moet hier gevonden worden. En er is een overlap bij de volgende kenmerken die in de DSM voor Asperger stonden. Het verschil, daar is heel wat over te zeggen. Hier staan steeds verschillen genoemd, waar u zelf naar kunt kijken. Bij depressie. Wat is depressie? Sterk gevoel van neerslachtigheid gedurende langere tijd. Daar hebben 3-8% van de jongeren ook wel last van. Depressieve momenten, maar dat moet je misschien niet depressie noemen. Hoogbegaafden blijken dat niet vaker te hebben. Maar als ze die hebben, dan zijn het vaak de creatieve en kunstzinnige hoogbegaafden. En ze hebben ze wat sterker over levensbeschouwelijke of existentiële vragen. En die kun je niet met een pil beantwoorden, met een pil behandelen. Dit is depressie, zoals benoemd in de handleidingen. Maar wat is een existentiële depressie? Dat stukje is er weer uitgegaan uit de handleiding voor psychiaters. Terwijl ja, dat nou zo'n mooie verklaring was voor die hoogbegaafdheid. Als er een existentiële depressie voorkomt, dan hebben we vaker te maken met een hoogbegaafde die zich vragen stelt die niet zomaar te beantwoorden zijn. En hoe kan dat? Ja, nou, dat hij geen begrip heeft in zijn werk. In zijn onderwijs, eenzaamheid kan ervaren en bij de confrontatie met de GGZ tot nare ervaringen kan komen. Waarom zijn hoogbegaafden gevoeliger? Dat is eigenlijk al aan de orde geweest. Wat kun je er aan doen? Dat is heel kort hier genoemd en veel uitgebreider in het nieuwste boek van James Webb.
Je zult dus veerkracht extra moeten ontwikkelen bij hoogbegaafde. Dit is een voorbeeld van veerkracht. Bij 4, bij de ODD, Oppositional Deviant Disorder, er bestaan gedurende minimaal 6 maanden een patroon van negatief agressief gedrag. Dat oppositionele gedrag ziet er lastig uit. Maar wanneer is dat nou positief te noemen? Positieve onaangepastheid, positive maladjustment, dat is de term die Dabrowski gebruikt. Bij hoogbegaafden, die kan vertonen gedrag dat gezien wordt als onaangepastheid, maar het is positief als hij dat volgens bepaalde waarden en principes en bij uitzonderingen doet. Met goede redenen doet. Die worden niet altijd gevraagd aan zo iemand. En dan krijgen we ODD. Dit hadden we net al gezien. Wanneer is het geen ODD, wanneer is selectief? Hier staat de lijst. Dan dyslexie. Dyslexie is een begrip wat onafhankelijk is van intelligentie. Dus je kunt zeer intelligente dyslecten hebben. Die zullen wel compenseren met hun intelligentie voor het feit dat dat lezen, dat schrijven niet zo perfect gaat. En een IQ-test gaat natuurlijk ook niet vanzelfsprekend goed. Je kunt dus een aantal combinaties hebben. HD en dyslexie kunnen elkaar compenseren. Terwijl ze dan beide niet herkend worden. Met leerproblemen, geen leerproblemen, gedragsproblemen. En als ze nou wel herkend worden, dan verwacht je er nog wat moois van. Wat niet vaak het geval is. Hier krijg je dyslexieonderzoekkenmerken. Wat ziet Truus vaak bij dyslexie? Belofte voor de toekomst, geslaagde ondernemers blijken vaak dyslectisch te zijn. Dat is aan het onderzoekje toch? Ze hebben dus kennelijk andere vaardigheden. Samengesteld, psychiatrie kent geen ziektes zoals de medicus die kent. Psychiatrische diagnoses is niets anders dan een oordeel over de last, de misère en de afwijking van het gemiddelde. De farmaceutische industrie kan een te sterke invloed hebben bij de aantallen die er bedacht worden bij ADHD bijvoorbeeld. Is Ritalin toch een belangrijk factor geweest. Kennis van hoogbegaafden in de GGZ is niet heel. Ook bij psychiaters, bij pedagogen en klinisch psycholoog. Literatuur over misdiagnose bij hoogbegaafden is niet voldoende bekend. Een boekje, misdiagnose bij hoogbegaafdheid, zou u kunnen meenemen om uw expert daarvan op de hoogte te stellen. Conclusie, die 6 hebben hun eigen reden. ADHD kan uit verveling zo druk zijn. Asperger heeft een grote overlap met hoogbegaafdheid. Depressie blijkt een existentiële depressie. Dat dwangmatige gedrag, ja, die overexcitability, die zoekt een uitweg. En bij dyslexie, als beide niet herkend wordt, dan heb je een matige leerling. En ja, we kunnen vervolgens gaan kijken naar de algemene adviezen. Daarin straks.